juist die vlag van had gedaan. Maar dat is dan ook het enige zin wat je hoort. Ja, ze dat mag nu, hè? En om te voorkomen dat de ballon te snel omhoog gaat, zit hij achter bij de mooie tent. Twee dames keihard trekken. Dat zijn vrouwen met... Spierballen, hè? Vrouwen met ballen, zeggen we dan. Hè? Geweldig toch, of niet? Absoluut, leuk om te doen. Hoe lang zit jij als crewlid bij deze rabobankje? Op dit rabobankje? Ik doe dit al heel erg lang. Ik ben zelf ook al 11 jaar lang piloot. Ook al. Maar je vaart dit keer niet? Nee, hoor. Ah, heel langzaam gaan we naar boven. Dat is een goed teken. Als je heel langzaam naar voren kunt lopen, dan is de ballon in ieder geval voldoende gevuld met warme lucht. Of niet, mevrouw? Helemaal perfect. Dat klopt. Je loopt erbij omdat je bijna dronken bent. Nou, ben ik het niet. Het zal te kunnen. De Rabobank. De niet onbekende bank. In Apeldoorn. Het is wel leuk dat een piloot ook gewoon een crewmember is. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan heel goed. Ja. Hoeveel water maak je even, ja? Water daar komen jullie? Daar komen we uit Heerenveen. Uit Heerenveen? Je moet... Ja, je moet de mand tegenhouden. Nou, mand, inderdaad. Je moet de mand tegenhouden. Dat de gasten de ballon ingaan. En dan op het laatste moment... Als de piloot zegt, oké, ik haal de quick release er maar af. Dan gaan we omhoog en zo lang moeten we hem tegen de grond drukken, of niet? Ja, dat klopt inderdaad een beetje. Ja, jouw is ook niet onbekend, hè? Kijk, we snappen hoeveel mensen kunnen er mee met deze. We gaan vanavond 6 passagiers mee. 6 passagiers? Hij doet het erom, hoor. Hij zit nog even te pesten. 6 passagiers. Ik ga even naar de motor. Ja, ik ook. Mooie foto's zelf bij u. Ja, je moet foto's maken of een video, hè. Tenminste, als de mensen mij nog kunnen horen. Je hebt een mooie foto's zelf meegenomen. U gaat schitterende foto's maken. Ja. Absoluut. Ja. Is dit de eerste keer, meneer, dat u meegaat met een rolvang? Dit is de eerste keer. Ik heb het vaker een kaartje gekocht, maar toen ging het niet door vanwege te veel wind. En mevrouw, een beetje zenuwachtig? Nee hoor, helemaal niet zenuwachtig. Ik heb er erg veel zin in. Voor u de eerste keer? Oh, de eerste keer. Nou, u ziet hoe mooi hoger het gaat, want het wordt een grotere hoogte dan die normale ballonvaart meemaakt. Wat zegt u? Het gaat iets hoger dan normaal. Ja, dat is het. Dat is geweldig. In de berg. Oh, dat hoeft helemaal niet hoor. Je hoeft niet meer, ik heb begrepen dat jullie richting Deventer gaan. Dus via Teuge. Waarom? Ik had gehoopt dat we richting Nieuw-Milligen gingen. U? U woont daar? Ja, daar wonen wij, ja. Dat zal leuk zijn. Dat zal wel een 6 keer worden. Vanaf Teuge om het huis te bekijken. Maar nu is het wel vanavond niet. Kijk. Nou, dan gaat weer warme lucht in. Ja, die andere
SP aan Wim of niet? Nee. Dus kon dat niet gedaan, denk ik. Ja, ja, heet. Nou, dan gaat kaart. Je ziet hem rechtop staan, de Vincent van Gogh ballon. Eigendom van Bavaria. Gemaakt in Bristol, natuurlijk bij Cameron. In Engeland. Je moet je voorstellen, deze ballon is dan 28 meter hoog. Er zitten 8000 lappen stof op deze ballon. Hij is eerst tweedimensionaal gemaakt en na die tijd driedimensionaal om het gezicht goed te kunnen verwerken in deze ballon. Ballon hoor je thuis in de stal van Hans Zoet. En dan gaat de ballon van de City of Diamonds. En er staan hele mooie plaatjes op. Ja, het kiest ook heel snel het luchtruim. De Rabobank gaat nu als eerste weg voor de Vincent van Gogh. Dat wordt allemaal bepaald door de meneer met het oranje hesje. Dat is de meest belangrijke man op het veld. Dus net zoals bij vliegtuigen, die hebben een slot, een tijd dat zij toestemming geven vanaf Schiphol vanuit de toren. U kunt gaan vertrekken. Hetzelfde geldt ook voor de ballonvaart, waar er één persoon bepaald wordt, jij mag omhoog. Of jij moet even wachten. Ja, je spreekt als ballonvader altijd af met de gasten die je meeneemt in de ballon. Eén ding weet je zeker, is waar je vandaan vertrekt. Maar je weet bij een ballon maar nooit waar je gaat landen. En dat landen, dat gebeurt in overleg met de piloot die dan contact opneemt met de crew die in een auto eronder gaat, rijdt en die contact opneemt met de boer. Met een weiland, als je daar gaat landen, bezoek dan eerst even de boer, vraag toestemming of je daar mag landen. En over het algemeen is dat geen probleem. Wanneer je geland bent, dan word je gedoopt. En de boer, die krijgt altijd een boerenpakket. En bij sommige piloten maak je kans op een gratis ballonvaart aan het eind van het seizoen. Je ziet dat ons Menneke Wiefke uit het oosten van Nederland, uit Enschede, ook al bezig zijn met de warme lucht. Dat wil zeggen dat het niet zo heel snel meer zal, niet zo heel lang meer zal duren voordat deze ballon ook het luchtruim kiezen. En zij moeten dan wel toestemming krijgen van de field director. Maar we gaan eerst kijken
naar het opstijgen van de Vincent van Gogh ballon, eigendom van Bavaria. Je ziet de ballon van Bavaria, de Vincent van Gogh, die gemaakt is een aantal jaren geleden. Ter dagenachtig is dat 150 jaar geleden was dat Vincent van Gogh in het mooie Brabant was geboren. Ik kan u vertellen dat het heel veel werk is geweest om deze ballon te kunnen maken. Driedimensionaal zijn ze hier weken mee aan het werk geweest om in ieder geval de uitsneden te kunnen maken. Je kunt je voorstellen. 8000 lappen stof zijn erin gewerkt. Van hele kleine stukjes tot grote oppervlaktes. Maar het is een bijzonderheid. Dus zeker, hij is in bezit van Hans Zoet. Die vaart ermee over de hele wereld. Het wiefje en het manneken zullen zometeen op de lucht gaan kiezen. En dan krijgen we straks weer een geweldige show van de Collies. De show die gepresenteerd gaat worden door Ellen Effenhouten. En heel druk met deze kleine hondjes en de Indische eten. We zullen dan het veld ook voor u wat kleiner maken, zodat u dichter bij de show zelf kunt zijn. Want de bronnen zijn dan toch weer. We maken echt een hele gezellige avond van hier in Voortrijd van Paleis Het Loo.